Voor mij stond het voor laat ons Nederlandse skinheads de allochtonen levend executeren. Dit is Rauwkost. Vandaag geen breaking news, maar heartbreaking news. De afgelopen tijd lees ik steeds vaker in de media dat het aantal extreemrechtse jongeren in Nederland toeneemt. En ik vraag me af hoe groot het probleem nu eigenlijk echt is. Daarom heb ik vandaag afgesproken bij het Anne Frankhuis om daarover te praten. Hi, Willem. U werkt voor de Anne Frank Stichting en ja. U monitort extreemrechtse groeperingen. Ik kijk naar groeperingen die een politieke ideologie hebben, die heel erg sterk zeggen wij, de Nederlanders of wij, de Blanken, die horen bij elkaar en iedereen die anders is, die hoort daar niet bij. Mm-hmm. En ook vinden dat de democratie veranderd moet worden in een systeem waarbij een kleinere groep mensen het voor het zeggen heeft. En hoe doet u dat dan? Ik ga naar demonstraties van ze toe om te kijken wat er gebeurt. Ik volg het nieuws goed en ik praat met andere mensen die daar veel verstand van hebben. En merkt u of er een toename is van extreemrechtse jongeren? In de afgelopen tijd, met heel veel discussie over vluchtelingen naar Nederland, zag je wel dat er meer aanhangers van extreemrechts de straat op gingen. Is de PVV een extreemrechtse groepering? Ik vind zelf dat het een twijfelgeval is. Het is natuurlijk wel duidelijk dat zij zeggen dat bepaalde groepen mensen er niet bij horen in Nederland, moslims. Aan de andere kant is het niet een partij die zegt dat de democratie veranderd moet worden, dat er een ander politiek systeem moet komen. Dus in dat opzicht niet. En weet u of er een geweldstoename is onder extreemrechts? Er is de afgelopen jaren wel een toename te zien geweest van het aantal illegale acties vanuit extreemrechts. Over welk jaar heeft u nu? 2015. Okay. Ja. Toen was er een hele grote discussie in Nederland rond heel veel Syrische vluchtelingen die hierheen kwamen. En extreemrechts profiteerde ervan. We zagen dat de aanhang voor extreemrechts toenam, maar we zagen niet dat het geweld vanuit extreemrechts toenam. Met het strafrecht, dan kan je mensen uit die groeperingen voor de rechter brengen. Of je kan zelfs zo'n hele groepering verbieden. Dat gebeurt bijna nooit, maar het kan wel. Maar belangrijk is het volgens mij om te kijken naar die mensen, die jongeren die zich aansluiten bij extremistische groeperingen of extreemrechtse groeperingen. Je kan, als je doorhebt als omgeving dat zo'n jongere radicaliseert, dan blijkt het heel goed te werken om aan zo'n jongere duidelijk te maken wat de consequenties daarvan zijn. Van het Anne Frankhuis in Amsterdam heb ik mezelf geteleporteerd naar Tokkum, Friesland. Ik heb afgesproken met Tony. Tony die was vroeger lid van de Lonsdaljongeren die bij hem in de buurt hingen. En hij is er open om daarover te willen vertellen. Dus ik ben erg benieuwd. Hoi. Ik ben Tinne. Tony. Waar zijn we op dit moment? We zijn op het Bolwerk in Dokkum, onze voormalige hangplek. En kan je me meer vertellen over de groep jongens waar je mee optrok? Rond de leeftijd categorie 14, 15, 16 jaar. Uh-huh. Voornamelijk jongens die net als mij naar het voortgezet onderwijs gingen. Uh-huh. Hele normale jongeren eigenlijk ook. Maar als ik het goed begrijp, waren jullie Lonsdaljongeren? Ja, klopt. Lonsdeel, lege broeken, kistjes, bombiex, noem het maar op. En hoe raakte je bij hen betrokken? Dat is eigenlijk sinds dag 1 geweest van het voortgezet onderwijs. Uh-huh. De groep bestond al en het enige wat ik hoefde te doen was inderdaad aansluiting te zoeken. En dat was eigenlijk heel snel gedaan en dat was heel makkelijk. Je kopieert gewoon de kledingstijl. Uh-huh. En je hoort er bijna al een beetje bij. Wat trok je precies aan in Lonsdaljongeren? In eerste instantie leek dat vrij onschuldig. Dat was het voor ons op die leeftijd ook nog wel. Al riepen we al wel dingen waarvan menigeen zou denken van, goh, weet je wel wat je eigenlijk roept? Wat riepen jullie dan? Laat ik zeggen, ik in ieder geval. Uh-huh. Ik wil niet over iedereen praten, maar ik riep het wel. Sieg Heil, Heil Hitler, kutnegers, kutzwarte. Dat riep ik dagelijks en dat begon inmiddels bijna een norm voor mij te worden. En voelde je dat ook echt op het moment dat je dat riep? In het begin niet. Nee, in het begin absoluut niet. Ik deed het gewoon zonder er eigenlijk vragen bij te stellen. En die kleding stond bij mij ook ergens voor. Ik had Lonsdeel en als ik daar mijn bomberjacket overheen deed, dan stond er NSDAP. Voor mij stond het voor laat ons Nederlandse skinheads de allochtonen levend executeren. En vertelde dat er vroeger een AZC hier in de buurt zat?
Ja, die zat hier een kilometertje verderop, net buiten de stad. En wij gingen geregeld naar het asielzoekerscentrum toe om het kluiten eerst richting de ramen te gooien, hè, tegen de muur, naar die mensen zelf. En daar waren ook geregeld vechtpartijtjes. En dat waren nog maar kleine dingen. En uiteindelijk is het natuurlijk best wel ver gegaan. Hè. Het heeft toen groot het nieuws gehaald dat er een aanslag werd beraamd met Molotov cocktails. Er waren een paar jongens die het spul al klaar hadden gemaakt. En die alleen nog maar de brandbommen hoefden te gooien. Ik weet wel dat de jongens echt relatief jong waren. Ik geloof ook rond mijn leeftijdscategorie, 13, 14, 15 jaar hooguit. Mm-hmm. En dat je dus in feite gewoon een terroristische aanslag wil plegen. Want dat is het. Ja. Wat doe je eigenlijk nu? Ik studeer. Studeer je? Sound design. Oh, vet. Ja. Maak je muziek? Ja, ik maak al 13 jaar muziek. Heb je nog muziek uit die tijd die ik zou kunnen horen? Ja. Mag ik die horen? Ja, dat mag je horen. Oké, we staan nu in je studio. Ja. Je reeprol techno kelder. Juist, ik zal hem. Maar je zei dat de muziek die je maakte ook een beetje weerspiegelt hoe je je voelt. Wat voor muziek maakte je vroeger? Ik was vroeger helemaal gek van hardcore. Oké. Okay. En toen maakte ik dus ook hardcore. Uh-huh. Ik heb daar nog wel een voorbeeldje van. Maar je hoort wel inderdaad een heel duidelijk verschil in de muziek die je vroeger maakte en die je nu maakt. Hoe is jouw denkwijze veranderd? Naarmate ik zeg maar wat ouder begon te worden, ik denk rond mijn 19e. Ik ben me heel erg in politiek gaan interesseren en me in gaan lezen en ik wou mijn standpunten ook gaan verdedigen. En juist door dat te gaan doen kwam ik ook heel veel tegengeluid tegen en tegenargumenten die ik gewoon simpelweg niet kon negeren. En dan ga je oogklep af. En dat is heel confronterend. En dat is eigenlijk het moment waarin het deradicaliseringsproces begint. Tony, ontzettend dankjewel dat je zo open je verhaal wilde doen. Graag gedaan. En dat we naar je muziek mochten luisteren. Oké, jongens, dit was hem weer. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. En of je zelf extreem rechts bent, of extreem links, of extreem midden. Laat het weten in een comment. Abonneer je op Raukost. En tot de volgende keer. Otmon. Meer zien? Ga naar npo3.nl/raukost.